Spuugmooi. Mooi van lelijkheid, dus spuugmooi. Spuugmooi. Op lijstjes van lelijke plekken in Nederland prijkt stevast de naam van IJmuiden. Een Belgische krant noemde het ooit zelfs Tsjernobyl aan de Noordzee. Een apocalyptisch oord waar nauwelijks een levende ziel is te bespeuren. En dat kan allemaal wel zijn. En ik moet toegeven, ik sta in het havengebied van IJmuiden. En ik kan moeilijk ontkennen dat er hier ontzettend veel lelijks te vinden is. Maar dat maakt IJmuiden niet meteen tot een lelijke plaats. Het is tenminste niet zo aangeharkt als de rest van Nederland. IJmuiden is rauw, IJmuiden is spannend, IJmuiden is het ideale filmdecor voor krimis. En laat die IJmuidenaren ook niet horen dat je hun woonplaats lelijk vindt, hè? IJmuiden is de mooiste plaats van heel Nederland. Strand, lekkere horeca. Ja, je moet altijd een beetje optimistisch blijven. Niks is mooi in IJmuiden, maar alles is mooi in IJmuiden. Je gaat naar de haven, we kunnen de pieren bekijken. Nee, het is fantastisch. Mijn lievelingsplek is de Dokweg. Eerst kom je langs een monsterlijke watertoren. En als je dan langs wat nondescripte loodsen en bedrijfshallen loopt, kom je uit bij het Chinese wokrestaurant met de naam Wok for You. Het mooie is dat de gigantische neonverlichting op het dak het woord voor schrijft als F-O-U-R. Maar op alle andere borden en ramen staat het weer gespeld als F-O-R. Een hele zijgevel wordt gedeeld met het garagebedrijf Ron Nobles. En dat biedt een vervreemdende aanblik. Zo staat er boven de toegangsdeur van het restaurant, waar een prachtige pagode boven is gebouwd, APK en autoservice. Onder de naam Wok for You staat dan weer een 3 meter hoog beeld van een Indiaan. In verentooi en alles. En het is geheel niet duidelijk of deze Indiaan hier nou is neergezet door die Chinees of door het garagebedrijf. In beide gevallen is de link in ieder geval ver te zoeken. Spuug mooi toch? Iets verderop zit de Bako, een dumpstoor voor legermateriaal en campingspullen. Voor de ingang staan 2 afgedankte raketten. En op de gevel prijkt de grote tekening van een militair. En voor wie nog meer mooie lelijkheid zoekt, die baant zichzelf gewoon een weg door de geur van vis en loopt naar de kop van de haven. Vanaf daar vertrekken de boten naar Newcastle. En IJmuiden blijkt dan opeens een grensplaats onder buitenland te zijn. Fascinerend. Echt hoor. Alles in IJmuiden is mooi. IJmuiden is domweg spuugmooi.